Camille van Teeseling, welkom aan tafel. We zagen net de reportage van Kai. Jullie houden je bezig met een betere bijbaan voor studenten en dat gaat net een stapje verder. Ja, dat klopt inderdaad. Wij richten ons met name op studenten op hbo en academisch niveau. Die tijdens hun studie in het werkveld van hun studies, in hun studierichting, relevante werkervaring op willen doen en kunnen doen. Maar dat doen ze in een stage ook? Dat doen ze in een stage ook, maar het is natuurlijk wel een verschil. In stage, daarin ga je naartoe vooral om te leren. Dat is ook je opdracht. Hè. Je krijgt een opdracht waar je aan moet voldoen. Daarmee, met het onderzoek wat je doet, bied je wel degelijk ook het bedrijfsleven iets. Maar als in de betere bijbaan ben je werknemer. Mensen komen bij Talentflex in dienst. Wij leggen ook de link tussen het bedrijfsleven of overheidsinstelling, wat dan ook, hè, waar het werk plaatsvindt. Wij zijn formeel werkgever en de werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd. Jongens, het is best spannend, hè? Want je zit op je opleiding nog steeds. Ja. Aan de ene kant is het een uitdaging, maar het kan je ook nekken. Hoe is de begeleiding? Nou, wij coachen en begeleiden ze. We helpen ze met vragen daar waar nodig. En de student is er heel blij mee. Want werken doen ze eigenlijk allemaal. Ze moeten allemaal wat bijverdienen naast hun studiefinanciering. Of, maar nu op niveau. Maar nu op niveau. Daarmee bouwen ze hun cv op. Wat hun een betere startpositie op die arbeidsmarkt kan bieden. Ik zie ook wel een angeltje hoor, want het lijkt heel mooi en het zal het ook wel zijn. Maar aan de andere kant kan het bedrijf op die manier constant aan goedkope werkkrachten komen. En de mensen die thuis op de bank zitten, die zitten te aasen op die baan, die komen niet aan bod. Want ze hebben constant studenten die lekker over de vloer komen. Ik denk dat je het anders moet zien. Het is additioneel. Het is ook zeker niet bedoeld om bestaande meer senioren mensen te verdringen van de arbeidsmarkt. Die student is part-time flexibel inzetbaar. Zijn meeste werken dus de 8 en 16 uur in de week. En waar zij zich vooral op richt of mee bezighouden voor dat bedrijfsleven zijn onderzoeken, projecten. Kun je een paar bedrijven noemen? We hebben een meer technisch bedrijf wat bezig is met een stuk productontwikkeling waar software voor ontwikkeld moet worden. Dat zit nog in een beginfase. Het zou voor hun heel duur, eigenlijk onbetaalbaar zijn als ze een softwarehuis zouden moeten daarvoor inzetten. Ja. Nu doet dat een student met al de nieuwe bevestig kennis. Bevestig je toch een beetje wat ik net zei? Nee, dat denk ik niet. Want het was voor die productontwikkeling is het niet mogelijk, gewoon financieel niet haalbaar. Als je om daar het überhaupt te doen. Om het anders te doen. Ja, exact. En op het moment dat dit een succes wordt, dus dat bedrijf samen met die student dat product kan ontwikkelen, dan gaat dat rollen. Dan komt daar ook meer geld voor beschikbaar. En dan zullen er wellicht ook meer fulltime mensen. Kunnen studenten zich aanmelden bij jullie? Heel graag. Ja, hoe gaat dat? Nou, het liefste ontvangen in eerste instantie via de website hun cv. Het is allemaal hbo en hbo academisch. En wij proberen dan hun te verbinden met bedrijfsleven, zodat zij de relevante ervaring op kunnen doen. En het bedrijfsleven gebruik kan maken van jonge, talentvolle, enthousiaste mensen die we heel graag in Brabant willen behouden. Zoals ze altijd zeggen, een echte win-win situatie. Helemaal goed. Dankjewel voor dit gesprek en ongelooflijk veel succes. Oké, dankjewel. Tot ziens.